Nou, de weegschalen onder ons. Debbie zegt, thanks, het ziet er goed uit. Weegschalen en ascendant weegschalen. Ja, het is ook heel grappig dat er ook letterlijk een weegschaal op de kaart staat. Nou, het past ook wel heel erg bij de weegschalen. Kijk, de weegschalen zijn natuurlijk, hè, misschien een beetje cliché, maar de wikkers en de wegers onder ons. En hele sociale mensen die ook heel graag onder de mensen zijn. Het is een luchtteken, hè, dus ook graag gezelschap heeft, praat met mensen, communiceert. Maar balans en harmonie is ook ontzettend belangrijk voor de weegschaal. En we zagen het dus straks al bij de ram, hè, met matigheid. Maar eigenlijk geldt voor de weegschaal hetzelfde een beetje. Het is heel erg belangrijk voor weegschaal in 2021 om de juiste balans te hebben. En dat geldt niet alleen lichamelijk, want het is weer aarde. Pentagram, het staat symbool voor het aarde-element. En aarde staat voor je lichaam, voor je bezit. Voor je waarde, eigen waarde, maar ook geld en financiën. En het is heel belangrijk om dat goed in balans te krijgen en te houden in 2021. Dat wil dus ook zeggen van met je gezondheid, stel je bent niet helemaal fit of je voelt je gewoon niet 100%. Zorg dan dat je daar ook naar luistert, naar die signalen van je lichaam dit jaar. En ga dan niet over je grenzen heen. Zorg dat je dan ook je rust neemt of even bijtankt of wat dan ook. Want anders ga je te veel uit balans. En voor jou als weegschaal is dat helemaal niet goed. Natuurlijk voor niemand niet, maar voor jou dus blijkbaar is dat echt een duidelijke boodschap in 2021. Dit geldt ook voor de financiën. Zeker als je bepaalde aankopen wilt doen. En dat kunnen ook grote aankopen en kleine aankopen zijn. Groot bedoel je bijvoorbeeld een huis of een auto of whatever. Klein kan ook gewoon je wekelijkse dingetjes zijn. Dat je een keer kleren wilt kopen of whatever. Zorg dat je daar ook niet te impulsief en te royaal in bent. Als je gewoon het budget er niet voor hebt. Dat klinkt allemaal heel kinderachtig. Maar het is wel heel erg belangrijk. Het is voor jou als mens, als wezen, al heel essentieel dat je in balans blijft en bent. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat dat zo blijft. Dus om voor jezelf ook je gewoon goed te voelen en in balans te voelen, is het gewoon ontzettend belangrijk dat die balans er is op alle fronten. En je kunt ook de neiging hebben om heel veel te geven aan anderen. Hè, dat kan je aandacht zijn, dat kan je zorg zijn. Misschien geef je ook wat geld aan anderen. Maar je mag er ook af en toe wat voor terugkrijgen. Dus zorg ook dat daarin, dus ook in vriendschappen, in familiecontacten, dat het allemaal gewoon in balans is. Het is geven en nemen in 2021. En wanneer dat in een goede flow zit, is het voor jou gewoon oké. Dan voel jij je het prettigst als weegschaal. Dus ik hoop ook echt dat je daar in die zin werk van maakt in 2021. En dat je ook het getal 6 heeft ook met keuzes te maken. Dat je echt keuzes maakt vanuit een goed gevoel en ook vanuit de feiten van oké, ja, dit kan ik nu beter wel doen of hier voel ik me goed bij of dit kan ik aan of dit kan ik betalen en dan pas ook tot actie overgaat. En dat voelt dan ook veel fijner, want dan hoef je niet meer te twijfelen, want dan heb je er goed over nagedacht, je hebt goed naar jezelf geluisterd en dan kun je ook veel betere, langdurige keuzes voor jezelf maken het komende jaar. Dus ik hoop weegschalen en ascendant weegschalen dat jullie deze boodschap ook ter harte nemen. En natuurlijk weer een bonuskaartje. Ja, het is wel bijzonder altijd. En dat het ook vaak weer aansluit op de boodschap van de kaart. De weegschaal. Ik ben bereid mijn eis los te laten dat de ander mij moet geven wat ik mijzelf nog niet geef. Nou, die sluit heel mooi aan. Het is misschien een quote die even moet bezinken, maar ik begrijp hem wel bij het verhaal wat ik zojuist verteld heb. Ik ben bereid mijn eis los te laten dat de ander mij moet geven wat ik mijzelf nog niet geef. Vandaar, voel waar jij behoefte aan hebt, wat jij nodig hebt, wat je aan kunt en wat je niet aan kunt. En geef niet alles weg. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Deze boodschap mag je echt opschrijven wat mij betreft. En geregeld in 2021 eventjes erbij pakken en weer even op bezinnen, beste weegschalen.